De vierde rit van de Eneco Tour start in het Vlaamse Essen en eindigt in het Nederlandse Vlijmen. Dat is de thuisbasis van Lars Boom. De renners overbruggen een afstand van 169 kilometer en komen op hun pad geen noemenswaardige hellingen tegen. Het is allicht de laatste kans voor de sprinters om te schitteren. Het is intussen traditie dat er een renner van Topsport Vlaanderen Baloise voor de vlucht vooruit kiest. Vandaag is het Pieter Jacobs. Hij was er in de eerste rit ook al bij. Jacobs krijgt het gezelschap van zijn landgenoot Staf Scheirlings van Accent Jobs Wanty. De Nederlander Pim Lichthart van Vacances Soleil DCM is er ook bij. Net als Ioannis Tamouridis van Euskaltel Euskadi. De vier rijden een voorsprong van bijna 6 minuten bij elkaar. Maar het peloton controleert en de voorsprong van de koplopers daalt snel. Wie dacht dat Laurens de Vreeze een vrijgeleide ging krijgen voor het behoud van zijn zwarte primustrui voor de strijdlust, komt bedrogen uit. Matthew Heyman van Sky mengt zich in de debatten en snoept 2 punten af van de Vreeze. De kopgroep valt intussen langzaam maar zeker uit elkaar. En uiteindelijk is het de Griek Tamouridis die alleen de laatste 12 kilometer ingaat. Maar het is vechten tegen de bierkaai. Met nog 10 kilometer te gaan rekent het peloton de Griekse vluchter in. We krijgen voor het eerst in deze Eneco Tour een massasprint. Op weg naar de eindstreep wint Matthew Heyman de tweede Primus Checkpoint Sprint en sluipt zo nog 10 punten dichter bij Laurens de Vreeze. De Vreeze heeft wel nog 30 punten voorsprong op Heyman, maar ook in het nevenklassement zal er nog gevochten worden om de knikkers. Op 6 kilometer van de finish verbrokkelt het peloton door een valpartij. Belangrijkste slachtoffers zijn Marcel Kittel en Arnaud Démare. De renner van FDJ verliest zo zijn leiderstrui. Uitkijken naar de sprint dan. Lars Boom wil in zijn thuisbasis Vlijmen natuurlijk winnen voor eigen publiek, maar het is André Greipel die de snelste is voor Giacomo Nizzolo. Lars Boom eindigt als derde, maar neemt wel de leidersplaats over van Arnaud Démare. Boom zal als laatste starten in de individuele tijdrit in Sittard, met 1 seconde voorsprong op Greipel en 3 seconden op Arnaud Démare. De Eneco Tour is Lars Boom!